Hé, hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over lineaire vergelijkingen met haakjes. In deze video ga ik je laten zien hoe je lineaire vergelijkingen met haakjes kunt oplossen. En ik ga dit uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan. De opdracht is los op en bij a staat 5 en dan tussen haakjes. x-2 is gelijk aan... 9x plus 20. We moeten dus deze vergelijking gaan oplossen. En in de vorige video hebben we weer even herhaald hoe dat werkt, het oplossen van lineaire vergelijkingen. En in deze video gaan we daarmee verder, maar nu hebben we dus te maken met haakjes. Hoe werkt dat? Nou, eigenlijk zijn de verschillen niet zo heel groot. Alleen de eerste stap is altijd dat als je te maken hebt met haakjes, dan ga je die haakjes als eerste uitwerken. Dus, hoe zat dat ook alweer? Je gaat die 5 vermenigvuldigen met de x en met min 2. Dus we doen eerst 5 keer x. Nou, 5 keer x, dat is natuurlijk 5x. Dan doe je 5 keer min 2, dat wordt min 10. Dus dan krijg je 5x min 10. En dat is gelijk aan 9x plus 20. En nu hebben we weer precies zo'n vergelijking als die we in de vorige video ook hebben besproken. Het idee is nu dat alles met een x naar links gaat. En alles zonder x gaat naar rechts. En dat gaan we nu in één keer door elkaar heen uitvoeren. Wat bedoel ik daarmee? Nou, die min 10 gaat naar de rechterkant. Dan doe je daar plus 10. En als je die plus 10 hier zo doet, dan krijg je 20 plus 10. En 20 plus 10 is gelijk aan 30. Dus aan die rechterkant krijgen we zo meteen een 30. Ondertussen gaat die 9x naar de andere kant. En als je die naar de andere kant wil brengen, dan moet je het tegenovergestelde doen van positief 9. En dat is min 9. Dus we doen 5 min 9. 5 min 9, dat is gelijk aan min 4. Dus hier krijg je min 4x. En dan hou je dus dit over. Min 4x is gelijk aan 30. En wat je nu zult zien, is dat we eigenlijk één tussenstapje hebben overgeslagen. Want wat we doen is, we brengen gewoon in één keer de x naar links. Nou, 5 min 9 wordt min 4. De min 10 gaat naar rechts. Dan doe je dus plus 10. 20 plus 10 is 30. En dan hou je dus deze vergelijking over. Als je dat nou lastig vindt, dan mag je gewoon die extra tussenstap blijven opschrijven. Maar het is helemaal niet nodig, hè. Het kan wel gewoon zo in één keer, want dan gaat het een heel stuk sneller. Nu gaan we naar het antwoord toe. De min 4 moet weg. Dus we delen door min 4. Dus dan krijg je x is. We doen dus 30 gedeeld door min 4. En als je dat uitrekent, dan kom je uit op min 7,5. En denk eraan dat je dat weer schrijft als een breuk, want we schrijven zoveel mogelijk breuken. En nu heb je dus het juiste antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien bij dit voorbeeld? Als je haakjes hebt, dan werk je die haakjes altijd als eerste uit. Daarna breng je alles met een x naar links en alles zonder x naar rechts. En dat mag je gewoon zo in één keer opschrijven. Dan deel je door min 4. Je schrijft je antwoord als een breuk. En dan heb je het juiste antwoord gevonden. Dan gaan we naar het laatste voorbeeld, vraag B. En daar staat de vergelijking 4 tussen haakjes x-2 plus 3 is 8-7 tussen haakjes x-6. Als je deze vergelijking wil oplossen, dan begin je weer met het uitwerken van de haakjes. Dus hier zo doen we 4 keer x. Nou, 4 keer x, dat is natuurlijk 4x. En we doen 4 keer min 2 en dat is min 8. Die plus 3 zet ik er gewoon weer even achter. En dan gaan we naar de rechterkant. Dan hebben we eerst die 8. En dan gaan we de haakjes uitwerken. En dan moet je goed opletten dat je die min die voor die 7 staat ook meeneemt. Want die min staat voor de 7. En als het ervoor staat, dan hoort het erbij. Dus we doen min 7 keer x. Nou dat is min 7x. En daarna doen we min 7 keer min 6. Min min wordt plus, dus je krijgt plus 42. Nu hebben we de haakjes uitgewerkt en nu zie je dat er dingen zijn die we bij elkaar kunnen optellen. En dat gaan we eerst even doen. Dus we doen even min 8 plus 3, dat wordt min 5. Dus je krijgt 4x min 5. Is, en aan de andere kant heb ik 8 plus 42 en dat is 50. Dus je krijgt dan min 7x plus 50. Nu brengen we de dingen met een x naar links en de getallen naar rechts. Dus deze gaat naar de andere kant. Dan doen we plus 7x. 4 plus 7, dat wordt 11. Dus je krijgt dan 11x. En dat is gelijk aan deze naar rechts. Dan maak je er dus positief 5 van. Dus je doet 50 plus 5. En dat is 55. Nou, als 11x is gelijk aan 55, dan moet je delen door 11. Dus dan krijg je x is 55 gedeeld door 11. En 55 gedeeld door 11 is natuurlijk gelijk aan 5. En nu hebben we het antwoord gevonden en zijn we klaar met opgave B. Dus wat hebben we hier gezien? Je gaat dus als eerste die haakjes hier zo uitwerken. Dat doe je daar ook, maar vergeet vooral die min niet die ervoor staat, want die hoort erbij. Dus dan krijg je dit. Tel de getallen die je kan optellen bij elkaar op. Dan de x'en naar links en de getallen naar rechts. Nog even gedeeld door 11 en dan heb je je antwoord gevonden. En op deze manier kun je dus lineaire vergelijkingen met haakjes oplossen. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer.